voor de vetleren veenvloed. Ja, ook dit jaar wordt er weer de vetleren veenvloed uitgereikt. Dit keer aan twee veenvloeden die nog niet zo heel lang, maar wel heel fanatiek bij onze vereniging betrokken zijn. De ene komt in 2006-2007 in de Raad van Elf als Marcel Jansen onze prinses. Marcel is zijn kameraad en haalt hem over om het feest van de officiële kant mee te vieren. Hij blijft nog een jaar in de raad om vervolgens in 2008-2009 zelf als prins op het podium te staan. Dan neemt hij ook zijn broer mee als adjudant, zodat die dan ook met het carnavalsvirus is besmet. Samen maken ze er een geweldig feest van. Na dit jaar zijn de broers gelijk actief bij het organiseren van het feest. Vooral in de activiteitencommissie kunnen ze hun energie kwijt. De ene is een kei in het regelen van prijzen voor verloringen en bingo. En de andere wordt zelfs voorzitter van de activiteitencommissie. Ook binnen het vorstendom zijn ze samen actief. De ene is onze kerstverse voorzitter van de vorstengroep. Vooral hun inzet willen wij hun dan ook bedanken. Wij zijn blij dat we de vetleren veenvloed dit jaar uit kunnen reiken aan Bert en Adriaan Hofman.